bij deze workout. Dit is de Senioren Fit Workout. Ik ben Emma en dit is Maartje. En we gaan samen voor jullie de workout geven. En voordat we gaan beginnen, je hebt wat materiaal nodig. Je hebt nodig een stoel. In principe zonder leuningen, dat maakt helemaal niet uit. Armleuningen, dat maakt niet uit. Wel een goede rugleuning heb je nodig. Verder een matje als je dat hebt. Heb je dat niet, kan je eventueel ook iets anders zachts gebruiken. Of misschien een dekentje of iets anders. Improviseer. Misschien zonder matje. En je hebt nodig twee waterflesjes. Wij hebben hier zelf ik heb hier twee spa-flessen, dus van een liter. Je mag ook wat minder zwaar, of misschien heb je thuis wel gewoon dumbbells of gewichtjes. Dan kan je die natuurlijk gebruiken. Nou, wat gaan we doen? We gaan een workout geven. We beginnen met een klein beetje aerobic om een beetje warm te worden, hartslag een beetje omhoog te brengen. En daarna gaan we voornamelijk benen en billen trainen en we sluiten af met buikspieren. En dat gaat hem worden. We gaan elke oefening, voornamelijk oefeningen waar wat high impact in zit, zullen we altijd opbouwen vanuit level makkelijk naar level onmogelijk. Waardoor het voor iedereen goed te doen is, dus maak je geen zorgen. We weten zeker dat jullie allemaal dit lekker thuis vanuit de woonkamer mee kunnen doen. En wij zijn er klaar voor. Ben je klaar voor? Yes. Ja, Maartje is ook klaar. Music please, ja, dankjewel. Oké, komende march op rechts. Yes. Even een beetje warm worden. Ja, en maak een step touch. Stop, tap, stop, tap. Yes. Je mag je armen lekker meenemen. Maak eens mooi groot. Yes. Goed je hak in de vloer zetten. En we maken daarvan een leg curl. Dus je tilt je onderbeen mooi op. Heel goed. En kijk of het lukt met die armen. Als je zegt van nou, die armen vind ik ingewikkeld. Dan kan je ze altijd gewoon in je zij zetten. Dat is prima. Goed zo. En het leuke is van zo'n thuis workout. Dat niemand ziet wat je aan het doen bent. Dus als jij de andere kant op gaat, dat maakt niet uit. Dat zien we niet. Nee. Ja. Oké, luister. Twee passen naar rechts. En wissel naar links. Nog een keer. Twee passen. En twee passen. Je sluit dat eens goed aan. Yes. 1, 2, 3, tap. En je mag hem achter kruisen. Kruis achter. Yes. Heel goed. Ja. En op het einde mag je een leg curl maken. 1, 2, 3, curl. 1, 2, 3, curl. Ga door. Nou, ik merk dat mijn hartslag wel een beetje omhoog gaat. Ja, mijn Maartje ook. Dus wij zijn warm aan het worden. En we hopen jullie thuis ook. En in plaats van die curl, maak je nu een knie. 1, 2, 3, knie. Ja. Yeah. We hebben ook allemaal leuke muziek vandaag. Ja. Yeah. Speciaal voor jullie thuis. Ik hoop dat jullie het goed kunnen horen, de muziek. Nog een paar te gaan. Ja, yeah, I'm coming out. Heel goed. Til goed die knie op, hè. Hou vol. Armen mooi boven je hoofd. En marcheer op de plek. March. Yes. Ja. Tik opzij. Tap. Tik. 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 Goed zo. Dus je tikt met je teen opzij. Armen mee. Boom. Boom. Heel goed. Probeer mooi strakke armbewegingen te maken. Hou die schouderspieren aangespannen. Yes. En als je denkt, nou, dat gaat wel goed. Dan breng je je arm wat hoger. Goed zo, mooie lange armen. Heel goed. Blijf goed zetten met je voet. Heel mooi. Oké, en we tappen naar voren. Rechterbeen, rechts en links. Rechts en links. Je mag iets meer gewicht erop zetten. Als je zegt, dat voelt niet zo lekker voor mijn knieën. Dan blijf je gewoon lichtjes steppen. Wat je wilt. Heel goed. Kom maar, ietsje dieper. Rechts. Links. We dansen bij deze muziek. Ja. Kom maar. Rechts. Links. Ga door. In 4. 3. Maak een V-pas met rechts. Uit, uit, smal, smal. Uit, uit, smal, smal. Goed zo. Dat is
mooi breed stappen. Dus je maakt een soort V op de vloer. Je mag het zo houden. Of armen meenemen. Als dat lukt. Dus dat vraagt wat arm-been coördinatie. Ja. En schrappig, want maakt het ook anders dan ik. Ja, zie je? Maar dat maakt niet uit. Ze denkt meteen dat ze fout doet. Nee. Maakt het allemaal niet uit. Wat jij thuis doet in je woonkamer. Als je maar aan het bewegen bent. En als je maar lekker warm aan het worden bent. Nog twee te gaan. Oké, we gaan wisselen. Linkerbeen, kom maar. Links, rechts. Yes, andere been dan net. Eerst naar voren. Goed zo, armen mooi meenemen. Dus dat mag je best wel een beetje gaan voelen. In die schouders, hè. Kom maar, doen we nog een paar keer. Kom. Yes. Nog vier te gaan. Vier. Drie. Twee. En tik met je rechtervoet. Tik. Tik. Yes. Armen mee opzij. Ja. Mooie lange armen. Kijk hoe hoog je kan. Hè? Voelt het niet zo goed, maak je het kleiner. Groter als het lekker gaat. Je mag hem zo houden. Als je zegt, het gaat goed. Dan mag je er een jump van maken. Maar maatje laat zien zonder de jump. Ja, dus kies voor jezelf. Hè. Wat voor jou goed voelt, laat je niet opdragen door ons. En marcheer. Go. Ja, yes. Ba-da-ba-da-bam. Nou, ik hoop dat je nu een beetje warm bent. We doen nog een heel klein stukje warming up. En daarna gaan we verder met het trainen van de benen. We doen een stap en een knie. Stap, knie. Knie, knie. Ja. Goed zo, Maartje moet ook even kijken. Ja. We hebben niet alles helemaal voorbereid, maar zij kan dat gewoon. Ja. Armen mooi meenemen als dat lukt. Goed zo. Alsof je een kokosnoot op je knie kapot slaat. Ja, dat is de oefening die we doen. Goed zo. Ga door nog twee te gaan. Yes. En sta stil. Kom maar breder staan. Breder dan je heupen. Armen voor je. Heupen naar achter. We gaan squatten. Omlaag. En terug omhoog. Goed zo. Laag. En omhoog. Nog een keer. Heupen naar achter. Alsof je op een stoel gaat zitten. Dat is de oefening die we aan het doen zijn. Knieën dieper bij de tenen. Gewicht naar de achterkant toe. We gaan dubbel tempo. Ja. Down en op. Yes. Ga door. Dus we zijn de bovenbenen aan het trainen. Hartslag gaat omhoog. Bij deze oefening. Ga door. Doen we nog. Vier. Drie. Twee. En we doen drie tikjes onderin. We blijven down. Down. Down en omhoog. Nog een keer. Ja, hou vol. Dus hier mag je het best wel een beetje gaan voelen. In die bovenbenen, knijp ook in je billen. En we gaan weer langzaam, rustig aan. Omlaag. En weer op. Yes. Ga door, adem uit als je omhoog gaat. Goed zo. En nog eentje. Oké, we gaan weer sneller. Ready? Komt-ie. Single tempo. Down, op. Yes. Ga door. Laag en op. Hou vol. Nog maar vier. Drie. En dan moeten we nog één ritme doen, hè. We doen die drie tikjes. Onderin. Drie. Twee. Eén. En omhoog. Hou vol nu. Hou vol nu. Nog twee te gaan. En de laatste. Yes. En schud je benen even los. Oeh. Yes. Je mag even je stoel erbij pakken. Pak je stoel. Doe mij dat ook. En dan mag je hem neerzetten met je rechterhand op de stoel. Rechterhand op de stoel. Ja? Als hij goed stevig is, je mag hem lekker vastpakken bij de rugleuning. En dan zet je je voeten onder je heupen. Hand in je zij. Ja? Nou, ik denk dat ze wel klaar staan nu. Ja. Oké, linkerbeen op en down. We gaan op en down. Op en down. Dus je kan die stoel goed vastpakken. Als je zegt, nou ik heb een perfecte balans, dan kan je dat natuurlijk ook zonder de stoel doen. Hè? Wat voor jou goed voelt. En je kan telkens even de vloer aantikken. Kijk of het lukt om jouw rechterbeen een klein beetje te buigen. Ha,
Hou vol. Maak jezelf mooi lang. Dus niet gaan hangen op die stoel. Dat is niet de bedoeling. Hou jezelf mooi lang. Dat is best wel lastig. Hou vol. Dus we zijn de heupen aan het trainen. En eigenlijk train je dat standbeen nog wel meer dan het linkerbeen. Dat is normaal. Dus als je je linkerbeen extra gaat voelen, dan zit je goed. Ja? Nog een paar te gaan. Nog maar vier. Oh, dit is een leuk nummer. Dit is een leuk nummer. Dit is mijn favoriete. En we doen drie tikjes omhoog. Drie, twee, één en terug. Dit is nummer V. Ja, V. Deze kennen we wel, denk ik. Ga door. Nog een keertje. Oké, terug naar single. 8 keer. Kom maar. 8. Yes. 7. Als het goed is, voel je dat rechterbeen bovenbeen. Maar ook zeker die heupen. Ja, ik ga niet zingen. Nee. 3 tikjes. Go. 3. 2. 1. En terug. Ja, Harry wil heel graag dat ik zing, maar ik doe het niet. Hou vol. Doen we nog 1 keertje. En dan draai je met je bovenlichaam naar de stoel. En dan gaat je linkerbeen op en down. Linkerbeen op en down. Zo'n been dat dicht bij ons is. Dus dat betekent dat je weer dat rechterbeen goed mag voelen. Goed je borst naar voren brengen. Hou vol. Knijp in je linkerbil als je omhoog gaat. Hou vol. Op en down. Hou een mooie rechte rug. Hou spanning op je buikspieren. En nog even doorzetten. We doen weer 3 tikjes. Kom maar. 3, 2, 1 en terug. Ik voel hem al. Jij, Maartje? Ja. Ja, hè? Je linkerbeen, je rechterbeen, hè? Ja. Rechterbeen mag pijn doen. Hou vol. Alleen nog maar. Single tempo. 8 keer. 8. Hou vol. 7. Let erop dat je die linkerheup niet te veel lift, hè? Hou hem mooi richting de vloer. Nog maar 4. 3. 2. En de laatste. Yes, oké. Schud even los. Dit is het lekkerste stukje. Ja, shake it, shake it. En dan mag je eventjes die stoel oppakken en dan hoppa naar de andere kant neerzetten. Zo. Ja, moeten we de andere kant ook doen. Hand op de stoel en dan gaan we rechterbeen. Op en down. En nu voel je dat nog heel erg dat rechterbeen. Nou, dit trekt wel weer weg. Ja. Wat je ook kan doen is die video op pauze zetten. Je kan het even wegtrekken. Ja. En dan daarna, dan kun je weer door en dan is die verzuring weer weg. Want we gaan dat nu in het linkerbeen opbouwen. Dus hou je standbeen weer een beetje gebogen. Maak jezelf mooi lang. En hou balans met die stoel. 3 tikjes. Go. 3, 2, 1 en terug. Hou vol. Ja, kom maar. Heel goed. Maar ik heb al 2 druppeltjes. Ja, hè? En single tempo. Go. 8 keer. Ja. 7. Ga maar door. Voel je benen. Voel je heupen. Voel je billen. Goed zo. Ga door. En terug naar 3 tikjes. Kom maar. 3. 2. 1. En terug. Dit is het laatste stukje. Dus nu nog even doorzetten. Hierna gaan we weer naar de tweede oefening. Dan gaat je borst naar de stoel toe. Daar gaan we. Draai naar de stoel. Rechterbeen. Op en down. Op en down. Dus weer je rechterbenen. Hou die heupen mooi naar de vloer. Hou je rug mooi recht. Hou spanning op die buikspieren. 3 tikjes. Go. 3, 2, 1 en weer terug. Leun rustig op die stoel. Je mag best wel die borst een beetje naar voren komen. Nog een keertje. En single tempo. 8 keer. Car wash. Op en down. 6 keer nog. Hou het vol. Nog maar 4. 3, 2 en dan de laatste. En shake it out. Yes. Lekker is dat. Pak je stoel er vast. Hoppa. Weer naar de andere kant toe. Dan mag je jouw linkerbeen naar achter zetten. Grote pas. Echt een grote pas. Jouw hiel is van de vloer. En dan ga je zakken naar beneden. En terug omhoog. Je mag die stoel als balans gebruiken. Het kan ook zonder de stoel. Belangrijk is dat je goed 90 graden in beide knieën brengt. Vind je dat nou moeilijk? Ga een klein stukje minder doen. Dat kan natuurlijk ook. Wel dat die grote pas zien. Ga door. Nog een keer. Car wash.
En de laatste. Alleen nog maar 8 keer singles. Go. 8. Ja. 7. We gaan bijna wisselen. Hou je mooi gelift. En nog 2 voor de wissel. Laatste. Daar gaan we. Wisselkant. Yes. Oh, en wisselstoel. Oké. Okay, hoppa. Ja, niet vergeten. Oké. Daar gaan we. Rechterbeen achter. Yes. We moeten bedenken hoor. Ja. Oké. Okay, sta je goed? Daar gaan we. Langzaam zakken met rechts. Kom, we gaan omlaag. En terug omhoog. Laat die voorste knie niet voorbij de tenen komen. Hou mooi boven de enkel. En hou die achterste heel van de vloer. Nog best wel leun op die stoel, hè? Doe nog 4 keer langzaam. Kom maar. Laag. En op. Oh, dit is Aretha Franklin. Dit is ook een goed nummer. Ja, ik ken deze cd. En de laatste. Oké, we gaan voor wat sneller, hè? Single tempo. 8 keer maar. 8. Ja. Yeah. Oh nee, dit is nog steeds car wash. Het is geen Aretha Franklin. Kom straks. 4 nog. 3. Ja. Yeah. 2 en de laatste. Yes. En schud maar even los. Oeh. Je mag je stoel even aan de kant zetten. Heb je niet meer nodig. Wel heb je nodig. Je matje. Dus pak je matje er maar bij. En dan mag je lekker komen liggen. Op je rechterheup. Je mag op je rechterheup komen liggen. Yes, dat betekent dat je linkerbeen bovenin is. Hè? Kom lekker ontspannen liggen. Ook je schouder mag goed op de vloer liggen. Ondersteun als je wilt je hoofd. Je kan ook je oor op je arm liggen, laten liggen. Maar dan weet ik niet of je ons nog kan zien. Oké, heupen goed op elkaar. Benen mooi gestrekt. Bovenste been op en down. Single. Op en down. Ja. Yeah. Ja, dit is Aretha Franklin, hoor je nou? Ja, dit is Aretha Franklin. Ja, bovenste been, op en down. Yes. Goed zo, dus dan voel je weer die heupen. Ga door. Op en down. Je mag met je voorste hand best wel de vloer vasthouden. Geef wat balans. Als je last krijgt van je nek, leg je oor gewoon op je arm. Hè? Dat kan. Ga door. Doen we nog 8 keer. Kom maar. Als het lukt, laat je die voeten niet meer op elkaar komen. Dus een klein stukje afstand tussen die voeten. Nog maar 4. 3. Als het goed is, komt er die verzuringen. En kleine tikjes bovenin. Blijf hoog. Hoog. Ja, ik voel hem. Ik voel hem. Kom op, hou vol, hou vol. Dit nummer sleep je er doorheen. Nog maar 4. 3. En leg je been aan de voorkant weer. Yes, overheen. En dan voel je lekker die verzuring wegtrekken uit die heup. Je mag je onderste been, dus jouw rechterbeen, mooi lang maken. Ja, dan gaan we je onderste been liften. Op en down. Komt-ie, we gaan. Op en down. Op en down. Dus dat betekent dat we de binnenbenen gaan trainen nu. Ja. En daar kan je best wel wat spierpijn van krijgen morgen hoor, deze. Oh-oh. Kom maar, ga door. Op en down. Ja, hou vol. Kijk ook of het lukt of je hier je been niet meer op de vloer kan laten komen. Dus telkens een klein stukje van de vloer. En we gaan kleine tikjes omhoog. Op, op, op. Blijf hoog, blijf hoog. Als het goed is, voel je nu die binnenbenen. Hou vol. Nog 8, 7. Kom maar. 4, 3. En ontspan. Yes. Oké, dan mag je rustig aan jouw benen naar de andere kant zwiepen. Dus dat betekent dat je met je gezicht hier kan blijven. Kom maar liggen, niet maartjes schoppen. Zo, kom maar weer lekker ontspannen liggen. Goed je heupen bovenop elkaar. Voet ze op elkaar, strek ze mooi uit. Als je wilt, ontspan je je nek weer goed. En dan gaan we, bovenste been, op en down. Kom maar, we gaan op en down. Op en down. Op en laag. Heel goed. Mooi lang been. Strek je been goed uit. En nog 8 te gaan. Ga door. 8. Yes. 7. En dan mag je het best wel weer gaan voelen. Hè? Je bovenin, die heupen. Het zijn hele belangrijke spieren. Het zijn ook spieren die belangrijk zijn voor balans en evenwicht. Kom maar. Nog maar 4. 3. 2, laatste.
En kleine tikjes. Blijf hoog. 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 Kom maar, hou vol. Blijf hoog, blijf hoog. Laatste paar tikjes. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yes. En leg je been voorzichtig naar voren. Voel die verzuring die lekker wegtrekken. En strek je onderste benen. Gaan. Op en down. Op, op en down. Yes. Nog een keer. Strek je been goed uit. Hou vol. Op en terug. Laat je voet niet meer op de vloer komen. Kijk of dat lukt. Ga door. Op en down. Doen we nog 4. 3. En dan gaan we ook hier weer voor kleine tikjes bovenin. Kom maar. 16, 15. Yes, ga door. Hou vol. Strek dat been goed uit. Nog 8, 7, 6. Hou vol nu. 4, 3. En ontspan. Yes. Heel goed. Je mag doordraaien naar je rug. Kom maar lekker op je rug liggen. Voeten in de mat, als je die hebt, een matje. Kijk of je wat zachts kan vinden. Kan ook gewoon op de vloer. Het is een beetje koud, maar kan wel. Voetjes op de vloer. Je mag je heupen helemaal in de lucht inbrengen. Strek goed op omhoog. Hou spanning op je billen. Voeten ongeveer onder de knieën. Strek helemaal omhoog. En dan gaan we op en down met je heupen. Komt ie aan. We gaan op en down. Op en down. Het is een oefening voor de bilspieren. Ga door. Op en down. Je mag je knieën op heupbreedte hebben. Ga door. Ook je voeten op heupbreedte. En kijk of het lukt om niet meer op je matje te komen. Dus hou een beetje afstand tussen de grond en jouw billen. Doen we nu nog 8 keer. Kom maar eens. Knijp en ontspan. Knijp en ontspan. Dus continu als je omhoog gaat, mag je nog extra die billen goed aanspannen. Echt even die squeeze daar bovenin. En we doen kleine tikjes. Omhoog. Op. 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 We blijven daar bovenin. Blijf knijpen in die billen. Dit traint ook een beetje je rugspieren, onderrug. En de hamstrings. Dus die mag je ook voelen. En rond bovenin. En stop. Blijf hoog. Knijp in die billen. Helemaal fijn knijpen. Hou vast. Hou vast. Nou, we zijn er nog niet. We doen nog een oefening. Oké, let op. Wat gaan we doen? Open je knieën en sluit. We gaan open en terug. Open en terug. Yes. Dus je houdt die billen zo hoog als je kan. En je opent en sluit. En we gaan, als het goed is, echt die billen nu voelen. Ga door. En dit is het heel toepasselijk nummer voor deze oefening. Want hij zingt burn baby burn. Kom maar, ga door. Hou vol. En we gaan dubbel tempo. Let's go. Open, open. Ja, ik voel hem al. Als het goed is, jullie thuis ook. Als het echt niet gaat, kan je heel even terug naar de mat. Hè? Maar deze hoort echt goed te branden. Dat is prima. En heupen op en down. Komt ie, we gaan op en down. Op en down. Als je nou last krijgt van je onderrug, probeer dan je bekken een klein beetje te kantelen. Moet je nog meer die billen aanspannen, dan ontlast je een klein beetje die onderrug. Dat doen we nog 8 keer. Kom maar. 7. Oh, ik voel hem al. Voel je hem al, Maartje? Ja, Maartje voelt hem ook. 4 keer nog. Hou vol. We zijn bijna klaar, hè? We zijn bijna klaar. Nog even door. En hold bovenin en hold. Alleen nog hier vasthouden. Hou vast, alsof je 200 euro tussen je billen hebt. Wil je niet verliezen. Dus nu doorzetten. Hou omhoog, hou omhoog. En 4, 3 en ontspan. Yes, rol omhoog. Oh, yes. En dan mag je je waterflesjes erbij pakken. Waterflesjes. Zo. En dan mag je die waterflesjes zo goed in je handen houden. Boven je hoofd brengen. Yes. En dan gaan ze achter je hoofd naar achter. En terug omhoog. Belangrijk dat je ellebogen mooi smal zijn. Knieën buigen, ellebogen mooi smal. Goed zo. Dus wat we niet willen zien is zitten. Dat kan niet. Dus hou ze mooi smal. Omlaag. En terug. Goed zo. Schouders mooi laag. We gaan dubbel tempo. Let's go. Laag en op.
Want wat gaan we trainen? We gaan de kipfiletjes trainen. Ja, dit is de maxima oefening, denken we zo. Ja, de maxima oefening. Dus als je zo aan het zwaaien bent, ja, dat het niet zo in de weer gaat. Die oefening, ja. Dus dat is goed als je dat weet. Ja, dan denk je van laten we toch nog even doorgaan. Ja, ga door. Nog 4, 3, 2 en dan de laatste. Yes. En terug naar je borst. Kom ietsje breder staan. Oké, we gaan squatten. Single tempo. Heupen. Achter en terug. Oké, als het goed gaat, breng ze mee omhoog. Klaar. Laag en op. Laag en op. Yes. Heel goed. Doen we nog 4. 3. Dan gaan we door naar een combinatie. Oké, 1 squat. Duw omhoog, achter je hoofd. Hey, nog een keer. Squat en achter je hoofd. Combinatie van die 2 oefeningen. Als het niet gaat, doe gewoon zonder flesjes, hè? Dat kan ook. Kom maar, nog een 4 te gaan. 4. En omlaag, ja. Als je hartslag kan ook weer een beetje omhoog gaan. En nog eentje dan, de laatste. Yes, en ontspan. Ja. Dan mag je 1 fles op de grond zetten. Kom weer rustig naar je matje. Neem je tijd. En dan breng je die fles in je rechterhand. Ja? Zet je je linkerbeen naar voren. Grote pas. Neem je tijd. Leun goed op je bovenbeen. Ja? En dan gaat je arm op en down. Dan gaat op en down. Op en down. Dus je lift die elleboog een klein stukje omhoog. Je mag goed je neus boven je teen houden. Ja. Lift die elleboog goed naar achter toe. En we gaan hem een klein beetje zwaarder maken. Oké, let op. Elleboog en strek hem uit. Hey. En terug. Nog een keer. Elleboog en strek. Het wordt ietsje zwaarder. Belangrijk is als je die rechte schouder ter hoogte houdt van die andere schouder. Dus dat wil je niet zien dat je hem gaat openen. Hou hem mooi naar beneden. Op en strek. Nog 2 keer. En dan gaan we het nog ietsje beetje zwaarder maken. En hold it. Alleen maar strekken. Uit en in. Uit en in. Dus je houdt goed die elleboog de lucht in. Probeer helemaal te strekken. En dan mag je dit hier afvoelen. Hou vol. Doe het nog 8 keer. 8. Ja. 7. Helemaal lang maken. Helemaal strekken. Nog 4. 3. 2 en de laatste. Yes. En je mag wisselen. Terug naar 2 knieën. Wissel van hand. Rechterbeen naar voren. En dan mag je goed leunen op je bovenbeen. Borst naar voren. Mooi lange nek. En dan gaan we. Lift het links. Go. Op en down. Op en down. Ga door. Yes. Goed je elleboog de lucht in. Nog 2. En er komt wat bij. Extensie erbij. Strek uit. Goed. En terug. Nog een keer. Elleboog en strek. Terug en terug. Helemaal lang maken. Helemaal uitstrekken. Heel goed. En nog een paar te gaan. Kom maar. Hou vol. Hou die schouder mooi laag. Niet die linker schouder gaan liften. Nog 2 te gaan. En de laatste. Oké, luister goed. Hold it. En strekken. Go. Uit en in. Uit en in. Ga door, ga door. Helemaal strekken. Op en down. Oké, als we nu zouden stoppen, zou dat te makkelijk zijn. Ja, ja, ja. Nog 8. Kom maar. 7. 6. Hou vol. Naar boven hier wordt het zwaar, hè. Nog maar 4. 3, 2, de laatste. Ja, en je mag lekker gewoon liggen op je rug. Op je rug. Neem de tijd. Voetjes op de vloer. Oh, dit is ook een leuk nummer, zeg. Ja. Oké, voeten op de vloer. Handen achter je hoofd. En dan mag je goed je schouderbladen van de vloer liften. Daar komt hij langzaam. We gaan omhoog. En terug omlaag. Nog een keer. Omhoog. En terug omlaag. Nog een keer. Lift die schouderbladen. En rustig omlaag. Ga door.
Dus de kunst is om goed die schouderbladen te liften. Je hoofd komt ook omhoog, maar het gaat om die schouderbladen. Probeer goed aan te spannen als je omhoog komt en ontspannen als je omlaag gaat. Doe nog een paar keer. En de bogen mooi naar buiten. En de laatste. Oh, dubbel tempo. Ja. Op, down. Oh, lekker nummer. Op, down. Ga door. Als dit te makkelijk is, kan je dit wat zwaarder maken door je voeten te liften van de vloer. Dat mag je doen. Als je zegt, nou, ik vind het mooi zat, dan hou je gewoon die voeten op de vloer. Hè? Doen we nog vier keer. Vier. Drie. Twee, de laatste. En voet op de vloer. We gaan schuin en wissel. Schuin en wissel. Tik de knie aan. Op en down. Heel goed. Adem uit als je omhoog gaat. Dat kan helpen. Doen we nog een aantal keer. Nog acht. Ja. Zeven. Hou je nek zo veel mogelijk ontspannen. We doen er nog maar. Vier. Drie. Twee en dan de laatste. Ontspan je nek, leg je hoofd op de vloer. En dan mag je voeten liften. Knieën mooi boven de heupen. Dus duw ze goed van je af. Wat we gaan doen is om en om been strekken. Span je buik alvast goed aan en dan gaan we. Rechterbeen gaan we omlaag. En terug wissel. Omlaag. En terug wissel. Belangrijk is dat die onderrug goed op de vloer blijft. Is het te moeilijk? Doe je het wat hoger, dat kan ook, hè? Dus hoe dieper je uitstrekt, des te zwaarder het wordt. Hou vol. Focus op die onderrug. Dat is eigenlijk de oefening. En doen we nog één keer langzaam. Oké, dubbel tempo. Komt-ie. 8, 7. Hou vol. Vergeet niet door te ademen. Klaar, nog maar 4 te gaan. 4, 3. 2, handen achter je hoofd en crunch in het midden. Op en down. Op en down. Hou vol. Wordt het te zwaar? Voeten gewoon weer in de vloer, hè? Dat kan altijd. Ga door. En nog 8 te gaan. Kom maar, nog 8. 7. Oh, dit is ook een heel leuk nummer. Oh, ik hou ervan. Nog maar 4. 3. 2. En ontspan. Tik je knie. Tik en wissel. Tik en wissel. We zijn er bijna nu. We zijn er bijna nu. Kom maar. Op en down. Op en down. Nog maar 8 te gaan. Kom maar. 8. Ja. 7. Dus van die film Flashdance. Het is als water zo wat er over de hoofd komt, toch? Ja. Ga door. Nog 2. En terug in het midden. 8 in het midden. Nog maar 8 van deze crunches. En daarna ben je klaar. Dus als je nu de hond opgeven, doe maar niet. Nog even door nu. Hou vol. Nog maar 2. En de laatste. Ja, en ontspan. Ja. Oké, hij is jezelf overeind. Oh, ik wil je zo'n handje geven, maar dat kan helemaal niet. Oké, je mag je omdraaien. Kom op je knieën. Wat gaan we doen? De laatste oefening van vandaag. We gaan planken, maar we doen het in levels. We beginnen met die onderarmen op de vloer te zetten. Doe maar mee. En dan mag je je knieën wat verder wegzetten, zo ver als lukt. Kijk wat lukt. En als je zegt, nou dat gaat heel goed, kun je altijd ervoor kiezen om hem op je tenen te doen. Als dat lukt. Maar als het te zwaar wordt, zet hem gewoon weer op je knieën. Hè? Dus wat voor jou goed voelt. En dan houden we hem nog heel even vast. Elleboog precies eronder die schouders. De ijspanning op die buik houden. Hou vol. Oké, kom even op je knieën. Kom overeind. Schud je armen even los. Doe nog één keer. Ja, doe nog één keer. Allerlaatst, hierna gaan we naar de cooling down, oké? Kom maar. Onderarmen op de vloer. Ready, set. Daar gaan we. In jouw level. Kijk hoeveel je kan. Knieën wat verder weg. Of als het goed gaat, terug naar de tenen. Hou vol, hou vol. De laatste oefening. Kom maar, nog 8 tellen. 8, ga door. 7, blijf doorgaan, hè. Nog maar 4. 3. 2 en de laatste. Yeah.
je nu denkt, waar is ze nou? Ik ben even weggelopen. Maar ik ben even de cooling down aan het opzoeken voor jullie. Je mag lekker op je buik komen liggen. Daar lig je als het goed is al. En dan heb ik een heerlijke cooling down hier. Zo. Je mag je rechter enkel rustig vastpakken. Rechter enkel. Ik kik al mijn flesjes weg, maar dat maakt niet uit. Pak een enkel goed vast. Ontspan je nek, leg je voorhoofd op je arm. En dan mag je je knieën zo tegen elkaar aan brengen. En je heup in de vloer duwen. Als je nou zegt, nou kom er helemaal niet bij, dan doe je, pak je een sok vast. Of dan doe je het gewoon een beetje half. Dat kan ook, hè. En wissel van kant. Pak je andere enkel. Misschien wil je alleen die heel vast pakken. Misschien kom je erbij. Kijk wat lukt. En laat maar rustig los. En dan mag je jezelf rustig omhoog duwen. En dan mag je met je heupen naar achter komen. Kom in een child's pose. En dan mag je met je handen naar voren komen, terwijl die heupen juist helemaal naar achter gaan. Voel je rek aan de achterkant van je schouders helemaal door naar je rug. En dan mag je rustig overeind komen. Kom maar staan, neem de tijd. Rustig aan. En dan breng je rechterarm voorlangs. Yes, gaan we er mooi laag. Het nummer heet Cry, Cry, Cry. Heel treurig. Maar het is een heel mooi nummer. En wissel. Van Coldplay is het nummer. Oh, ik zit voor mijn microfoon. En rechterarm over je hoofd. Maak jezelf helemaal lang. En wissel. Linkerarm. Ja, jullie mogen hartstikke trots op jezelf zijn. Jullie hebben het super goed gedaan. Veel billen hebben we gedaan. Heupen. En omlaag. Rol helemaal af naar beneden. Ontspan je rug. Je nek. Je handen. Je schouders. Blijf lekker hangen. En dan pak je rustig je ellebogen vast. En schud een beetje heen en weer. Blijf lekker hangen. Ah, ik heb het nummer op repeat gezet. Ik kom nog een keer. En buig je knieën, rol omhoog. Yes, rol je schouders. Ja, en je arm achter. Oh, ik hou van die deur. Yes. En rechterarm tussen je schouderbladen. Duw voorzichtig je elleboog een klein beetje naar achter. En wissel van kant, linkerarm. En rustig omlaag. En adem diep in. Adem in. En blaas uit. Nog een keertje. Adem diep in. Adem in. Kom omhoog op die tenen. Maak jezelf helemaal lang. Zo lang als je kan. En schud maar lekker los. En geef jezelf een heel groot applaus in de woonkamer. En dan wil ik Maartje bedanken. Mijn liefstallige assistent. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik hoop dat jullie lekker thuis kunnen blijven sporten met dit soort workouts. En dank jullie wel!